om verzoek ingediend vanuit Snow in Bonn om dit toestel zodanig te restaureren dat we ermee kunnen gaan vliegen. Nou, die belofte is toen de tijd gedaan. En u ziet het, hier staat dan de DC-3. En de codenaam is eigenlijk de C-47. Dat is dus de naam, de codenaam die gebruikt werd in de oorlog voor een DC-3, de C-47. Duizenden zijn ervan gebouwd en er vliegen nog een genoeg aantal rond in de wereld, vooral in Zuid-Amerika. Maar het wordt allemaal steeds lastiger, de onderdelen worden moeilijker te verkrijgen. Er is ook eigenlijk weinig, als je naar ons kijkt, een hoop grijze haren. Dat betekent eigenlijk dat, ja, ik hoor er zelf ook bij, dat het tegen neuten om zo'n kist te onderhouden eigenlijk ook steeds moeilijker worden.